De eerste halve finale is van start 1, ladies on the game! Het is de superstar van Rijeka! Visser is tot de verre door de bocht bij Roelofsen en de Rijeka. Wat denk je van Vermeulen? Hier, dames, gaat zich plaatsen voor de finale. We hebben het hier over de 1 Rijeka met 2. De pannenkoekenbocht uitkomen, het is Rijeka nog steeds aan de leiding. Ah, er is iemand aan het shoppen! Rijeka Roelof, shot van 2 naar 1. Visser zit op kwalificatiepositie, maar er komt aanvallen aan Marcel. Voor de 5-0-1, het is Mokking. Oh, hier gaat Mokking zijn. Visser, Mokking of toch van Vermeulen. Mokking is gekwalificeerd. Tweede steekhoud, tweede halve finale, de categorie 1. Nu voor de tweede halve finale van de dag met Simone Hinten, Sleek uit Eldica, Lotte van der Wiel, Sleek van Sterren van de Kool, Rino van der Leij, Rino van der Wolwijn, Mariska Basker en de Sterren van de Kool die hebben leiden. Tegenwoordig gaat het dan natuurlijk voor Lierdorf, Alton Zwaar, Zuid-Eemar, 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 Zuid-Eemar. En weet je wat om te houden? Dat is de grote vraag. Dus even kijken of wij dat nog steeds willen zien. Dus 3, 2, 20. Oh, Van der Wijk van Lotte van der Wiel. Van der Wiel onderuit. Helaas, de wijde uit de Wiel. Van der Kolk gaat in ieder geval goed op die eerste plaats. En we zien dat de gegeven nog heel goed tegenkomt. Die man heeft in de tweede plaats. De derde plaats moet ik zeggen. De man in de vierde plaats van Luto Lutmeijerits. Oh, Nina van der Wang gaat er nog als vierde mee. Naar de finale. De dag 1-102. Ook een dame met applaus natuurlijk, dames en heren, voor Luther van der Wiel. Laatste shake-out in de categorie 1 met 2 halve finale. Een goede start en Michiel Klaassen. Maar Kevin van Wiesen gaat samen met hem aan de ronde. En Klaassen erin. Klaassen zit er goed bij. Klaassen dus van de Wiesen. En daar zit de Nauwens een steen van. Hij zit er goed bij. Op Klaassen van Wiesen. En hier is het de vierde. Hij zit de man in het geel. Dat is van Loek van Wiesen. Is een markt gestegen. Gaat hij dan de aansluiting vinden met de man naar voren. Hij zit in de vierde plaats. Zit er inderdaad goed bij. Maar hij moet op zijn doel nog van de maan van de lijn. Van de lijn komt ook al. Oké. Okay. Dat is van de lijn. Ja, die is goed op de derde stuk. Hij inmiddels een kernplaats. En dan, wat doet Laat? Kan hij erdoor? Kan hij verzekerd over Klaassen? De Klaassen gaat mee, van de Wiesen gaat mee. En daar wordt het. Hij gaat als vierde naar de finale.